Het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 25 mei en ik heb vanmorgen al school gehad, want ik had een examen. Hij ging niet heel goed. Volgens mij ging hij echt bij niemand heel goed. Het was echt niet wat we ervan hadden verwacht. Dat, zeg maar, we hebben best wel veel geoefend en zo in de klas ook. En het leek er echt veel makkelijker te zijn, maar goed. Ik hoop dat ik hem heb gehaald met een 6. Ik hoef er echt geen 9 voor te hebben. Als ik maar een 6 heb, vind ik het prima. Maar dat is nog eventjes afwachten. En anders heb ik 15 juni de herkansing. Ik heb net een winactie online gezet op mijn Instagram. Jullie kunnen namelijk een paar schoenen winnen. Als jullie deze video zien, hebben jullie nog tot vanavond om mee te doen. Want vanavond om 8 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus je kan nog snel meedoen als je zou willen. En ik ga nu een video filmen. Eindelijk de lang verwachte shoplog. Alle kleding. Het is echt heel veel. Het is echt heel erg ook. Maar dat ga ik nu dus filmen. Daar staat nog een doos met kleding. Maar daar zitten allemaal H&M en Zara dingen in. Dus daar ga ik een aparte video van maken. En dan wordt dit een soort van quarantaine shoplog of zo. Als jullie deze weekvlog zien, staat de video van deze items al online. Die is afgelopen woensdag voor jullie online gekomen. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie die kijken. Maar ik ga dat dus nu eventjes filmen en opnemen. En dan ga ik daarna denk ik eventjes de weekendvlog bewerken of deze video alvast. Mijn god, ik ben echt eindelijk klaar met het filmen van de video. Het duurde echt heel lang, want ik moest ook allemaal aanbeelden doen en zo. En kijk, dit is de hele stapel met kleding voor in de video. Echt niet normaal. Maar ik moest dus natuurlijk de video filmen en aanbeelden en zo. Maar er zijn buiten kinderen aan het spelen, dus ik moest mijn ramen dicht houden, anders worden hier hun scheven. Dus ik heb het ook bloedverziekend heet, maar mijn ramen staan nu eindelijk open. Het is, hoe laat, even kijken, 10:50. Ik ga even wat lunch maken, want ik heb echt mega veel trek. En dan daarna ga ik mijn kledingkast opruimen. En al die kleding in mijn kast hangen, want ja, het gaat er echt niet meer bij passen. Kijk, ik kan hier namelijk bijna niet, oh nu wel, ik kan hier haast niet schuiven. Dus dat is heel irritant. Nou, hier hangt een trui die ik ook niet echt draag. Hier ligt heel veel onzin. Echt heel veel onzin. Dus ik ga het gewoon eventjes allemaal uitzoeken. Dan kan ik ook wel dingetjes op je night wardrobe zetten en zo. En dan passen al die andere dingen weer gewoon in mijn kast. Want ja, dat moet natuurlijk wel allemaal een plekje krijgen. Heerlijk crackertje met avocado geprakt met zout, peper en dan van die chiazaadjes erheen. Dus dat ga ik lekker opeten. Ik heb gegeten en ben begonnen met dingen te passen, zeg maar, waarvan ik twijfelde of ik het wilde houden. Dus dat heb ik nu gedaan. En dan ga ik alles eventjes opnieuw indelen. Ik denk dat ik nu hieronder de blousjes en leuke shirtjes ga doen. En dan hier de jurken en de truien. En ja, ik ga het eventjes allemaal goed opruimen. Want het is één grote zooi in mijn kamer. Milan wordt gek straks als hij thuis komt. Maar eerst, nu eerst komen er kleding items van Monica Geus op Unite Wardrobe te staan. En ik had twee dingetjes gezien die ik echt heel graag wil kopen. En over 3 minuten komt het erop te staan. Dus ik ga even strijden in de hoop dat ik het kan krijgen. Dus dat ga ik nu eerst doen. En dan ga ik daarna verder met mijn kast. Dinsdag. En ik heb zometeen online les van 9:30 tot 11:30. Maar wel met een 1/2 uur pauze ertussen. En volgens mij heb ik de verkeerde laptop meegenomen. Ik moet even mijn eigen laptop pakken, want deze is van mij. Oh, irritant. Oké, ik heb mijn eigen laptop. En iemand moet me nu toelaten tot de vergadering. Oh, ik word verbonden. En ik heb lekker een citroenwatertje gemaakt om lekker op te drinken. En dan eindelijk klaar met online school. Het is nu 10:50. Nou, we hebben niet echt online school gehad, meer soort besprekingen. Want de spa waar we altijd in stage liepen, die gaat weer open. Dus iedereen moest ingedeeld worden. Maar iedereen hoeft nu dus nog maar 2 dagen te lopen. Wel nog in weekenddagen. Dus ik moet in totaal nog 4 dagen stage lopen in de spa. Maar dat vind ik op zich niet heel erg. Ik ga nu eventjes douchen, aankleden. En dan gaan we als het goed is eventjes naar de Action. Want ik heb gisteren weer wat kleding verkocht op Unite Wardrobe. Maar ik heb weer van die verzendzakken nodig, want die heb ik niet meer. Dus die gaan we even kopen. En dan daarna gelijk alles op de post doen, denk ik. Volgens mij is het best lekker weer. Dus misschien nog eventjes in de tuin liggen of zo vanmiddag. Ik heb eventjes gedoucht. Ik heb deze body aan van de Zara. En het broekje van Lovis. Want volgens mij is het echt best wel lekker weer buiten. Maar zo meteen op de scooter doe ik er denk ik nog eventjes een jasje of vest overheen. En ik ben eventjes mijn make-up aan doen. Ik heb nu alleen mijn wenkbrauwen gedaan. En ik zit de vlog van Reinders te kijken. Want
Ja, zij is dus zwanger en ze laat dus vandaag zien wat het wordt. En oh my god, zo leuk. Ik wil nu ook zo graag een baby. Maar ik ben pas 20, laten we eventjes wachten. Ik ga mijn camera aan opladen, want die knippert. En verder eventjes mijn make-up doen en mijn haar doen. En dan zometeen naar de action en eventjes die vlog afkijken. We zijn 3 actions verder. De borden hadden ze echt nergens, want ik wilde van die leuke borden. Even sticker eruit halen. De borden hadden ze echt nergens, maar ik heb wel die verzendzakken. Dus alle pakketjes heb ik ingepakt, zoals je kunt zien. En ik ga ze nu eventjes in deze Albert Heijn tas doen. Zodat we die naar het postkantoor kunnen brengen. Het is echt wel heel laat. Doordat we dus naar zoveel actions zijn geweest, maar goed. Het is 4:15. Ik moet ook eventjes kip en zo halen. Of nee, niet kip, maar wraps. Want we gaan vanavond wraps eten. En ik ga vanavond ook naar Char toe. Want die was... Wanneer was de 24ste? Zondag of zaterdag? Nou, ze was in ieder geval de 24ste jarig. En ze wilde eigenlijk dit jaar heel groter verjaardag gaan vieren. Maar dat kan natuurlijk niet vanwege het virus en zo. Dus ze viert het zeg maar in een soort van groepjes. En ik zit vanavond in de groep. Die mag komen. Dus daar ga ik vanavond heen. Niet heel lang. Want we slapen vanavond bij Milan's moeder. Daar hadden we al afgesproken. Dus ja. Oh, en ik moet ook nog video werken, bedenk ik me nu. Die shoplog van gisteren. Oké, dan ga ik dat doen als ik terug ben van pakketjes wegbrengen. Oké, dat was ik helemaal vergeten. Hier kan hier elk moment zijn, want het is nu 8:30. En dan gaan we naar Shore toe. Want zoals ik al zei, viert hij vanavond een soort van haar verjaardag. Met een klein groepje met 5 man of zo zijn we, volgens mij. Ik heb geen idee. En ik heb me eventjes omgekleed, want het is best wel fris buiten. Ik heb dit jasje aan van Colorful Rebel, van de collectie van vorig jaar. Het tasje is van Nuno. Zwart shirtje van Collusion. Pieces broek en mijn... Jeezies. En ik blijf niet heel erg lang, want we gaan dus bij Miu slapen. Dus daar heb ik ook alvast mijn tas voor gepakt. Daar, slaaptas. Dus ik ga eventjes wachten op Keer. Is het er al? Nee. En dan, Janne. Het is vandaag woensdag en we hadden vannacht bij Miu geslapen. En we zijn nu weer hier thuis. We hadden wel vanmorgen de auto gewassen. Dat had ik wel gefilmd. En we gaan nu eventjes naar het winkelcentrum toe. Want ik wil eventjes naar Xenos en Milan wil een broodje van de Subway. Dus daar gaan we nu naartoe. En even een slokje Fanta. En dan vanavond gaan we bij mijn moeder eten en slapen. En komt tante, want ik ga haar nagels lakken. Ik weet nou niet of ik haar voeten of haar handen moet doen. Maar mijn moeder zei, ik denk haar handen, dus beter. En ik heb een nieuwe shirt aan die je in mijn shoplog heb kunnen zien die vandaag online is gekomen. Van ASOS is die. Het is vandaag donderdag. Gisteren heb ik echt bijna niks gefilmd. Echt maar een heel klein stukje. Maar gisterochtend waren we dus bij Miu wezen slapen. Toen we thuis kwamen, waren we eventjes naar de Xenos gereden. Want ik heb er wat dingetjes gekocht. Dat zal ik straks wel aan jullie laten zien. En daarna gingen we naar mijn moeder. Toen ben ik mijn camera vergeten. Ging ik bij mijn moeder eten en slapen. En mijn tante kwam, want ik ging haar nagels doen. Er was gisteren een pakketje binnengekomen van de Bershka. Dus die ga ik eventjes laten zien. En daarna ga ik me omkleden. Want ik ga vandaag... proberen te beginnen met de 28 days flat tummy workout van Chloe Ting. Ik hoop dat ik het ga volhouden, maar daar ga ik dus vandaag aan beginnen. Dus, daar ga ik zo meteen even voor omkleden. We komen net thuis van moeder. Maar ik ga eerst even dit pakketje openmaken. Ik ben namelijk echt de laatste tijd echt helemaal in de jasjes met de franjes. En toen zag ik dus dit jasje bij de Bershka. En dat was nog maar €16 in de sale. Ik heb hem in een maatje XSS. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat die kleur mee staat. Nou, kan op zich wel. Hij was maar €16 of €17. Ik vond hem echt heel erg leuk. Aan de achterkant heeft hij dus ook allemaal van die franjes. En het is een beetje zo'n suède lookje. Volgens mij hadden ze hem nog wel. Ik zal hem proberen te linken in de beschrijving als ik hem nog kan vinden. Maar die dus. Dan ga ik eventjes in de kast ophangen en dan ga ik een... sportoutfitje aantrekken. En dan ga ik proberen 28 dagen die challenge vol te houden.
heb er nu één gedaan. Zeg maar, kijk, de eerste dag moet je dan die full body fat blast doen. En daarna de abs in 2 weeks video. En die moet ik nu dus nog doen. Maar kijk mijn hoofd. Ik heb even een pauze genomen van 10 minuten. En ik ga nu maar weer verder. Dan kan ik lekker snel douchen zometeen. Ik heb eventjes gedoucht, make-up gedaan, aangekleed. En ik ben weer helemaal fris en fruitig. Ik was echt helemaal dood en zwetend na die workout. Maar is wel een goed teken natuurlijk. Ik wilde jullie nog eventjes een pakketje laten zien wat ik heb mogen ontvangen. Van Elfie de Label. Dat is een Instagram account. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten als ik het vergeet. Laat dan eventjes weten in de reacties. Dan kan ik het alsnog erbij zetten. En van haar heb ik wat leuke sieraadjes gekregen om te beginnen. Deze ring. En die heb ik de afgelopen dagen al heel veel omgehad. Ik vind het echt een hele leuke ring. Ik vind het ook echt heel erg leuk zijn in combinatie met de rest. En dan heb ik nog een ander ringetje gekregen. Zit in die van fluwelen zakjes. En dat is deze. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Alleen ik vind hem op deze vinger niet zo leuk staan. Voor de rest heb ik geen plek meer. Dus die moet ik een beetje gaan afwisselen met de rest. En dan heb ik nog een paar oorbellen gekregen. En die lijkt me heel erg leuk voor als ik straks eindelijk mijn vierde gaatje heb. Kijk hoor. En dit is zeg maar zo'n oorbel die je dan in 2 knopjes moet doen. De ene kant heeft een sterretje en aan de andere kant een maantje. Maar het lijkt me dus heel erg leuk als ik dan een vierde gaatje heb. Om dan in mijn tweede en in mijn vierde gaatje dit oorbelletje te doen. Maar dan moet ik dus nog wel eventjes wachten. Want ik heb nog geen vierde gaatje. Dus die leg ik even hier neer. Maar daar ben ik heel erg blij mee. En ik wilde jullie ook gelijk eventjes de dingen van Xenos laten zien. Want dat zijn echt hele leuke dingen. Ik was namelijk in mijn vorige weekend vlog. Ja, hij is scherp. In mijn afgelopen weekend vlog kon je zien dat ik samen met Lindsay en Stacey een pokeball ging maken. En dat vond ik zo leuk om te doen. En ze hadden ook allemaal van die leuke borden en zo. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Miel en ik zijn morgen, Milan, mijn vriendje en ik zijn morgen 4 jaar samen. We hebben 4 jaar een relatie. Dus ik wilde gewoon wat leuks doen samen. Dus ik dacht, we gaan ook lekker pokeballs maken. En dan gaan we op het dakterras, soort date night. En leg ik een luchtbed neer en kussentjes en zo. Dus dat leek me heel erg leuk. Dus daar had ik wat dingetjes voor gehaald. En kijk, als allereerst heb ik van die kleine bakjes gedaan waar ik dan de ingrediënten in kan doen. Zoals mais, mango, zeewier, krab, zalm. Gewoon alles wat je zeg maar op een pokeball doet, zodat je dat zelf kan opscheppen. Hier heb ik er 6 van. Ik ga er even eentje laten zien. Maar ik heb er 6. En dat is deze. Het is een beetje een taupekleurig schaaltje. Echt heel erg schattig. Kijk, oh, hier is het bonnetje. Dan kan ik laten zien wat alles kostte. Deze waren 2,30 per stuk. En dit is een beetje zo'n taupekleur. Ik vond hem ergens ook wel weer een beetje groenig lijken. Maar hij had dus 3. Nee, hij had 4 verschillende kleuren. Alleen ze hadden niet van alles zoveel, zeg maar. Want ze hadden dan, zeg maar, laat ik zo zien. Ik heb ook nog groene en blauwe dingetjes. En ze hadden dan ook nog donkerblauw. Donkerblauw vond ik niet heel erg mooi. Jullie staan echt een beetje. Donkerblauw vond ik niet heel erg mooi. Dus die heb ik niet genomen. Dus van de kleine kommetjes heb ik een beetje de taupekleur gekozen. En dan van de borden heb ik 2 blauwe, 2 groene. Dus ik heb in totaal 4 borden. Want ik dacht, dan kunnen mijn vader mijn broodje ook mee eten, leuk. En dat is als allereerst deze. Het is echt een beetje zo'n landelijk steltje. Zo, ja, ik weet, ik vond het wel heel erg leuk. En dan heb ik dus 2 van deze borden. Van die blauwe. En dan 6 van deze bakjes. En dan zal ik even de groene pakken. Om te laten zien ook. En dan de groene. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Een beetje dezelfde kleur groen als mijn kastje. Ik wilde eigenlijk het liefst 4 groene borden. En dan 6 van deze bruine dingen. Of alles in het bruin. Maar ze hadden dus niet van alles nog die kleuren en zo. Ze hadden nog maar 2 groene borden. Maar ja, ik wilde 4 borden. Dus ik dacht, nou, dan neem ik 2 groene en 2 blauwe. Dat is op zich ook wel leuk. Want ze hadden ook weer niet die kleur taupe in die borden. Dus ik heb het gewoon een beetje gemixt en gematcht. Maar ik vind het zo eigenlijk wel heel erg leuk staan. Kijk, super leuk. En die borden waren dus 5 euro per stuk. Dus ik heb dan 2 groene, 2 blauwe. En dan had ik ook nog. Dit vond ik gewoon heel erg leuk. Van die metalen rietjes. En deze zijn dan goud. En er zitten er 6 in. En ook nog zo'n schoonmaakborsteltje. En die kostte 3 euro. Dus dat is wat ik gisteren allemaal bij de Xenos had gekocht. Echt heel erg schattig. Ik twijfelde echt nog heel erg van, oké, zou ik die blauwe terugbrengen en dan ergens anders kijken? Maar ik vind het eigenlijk wel grappig dat het allemaal verschillende kleurtjes zijn, denk ik. En vorige week in die weekendvlog had ik niet heel duidelijk laten zien hoe we die pokeballs en zo gingen maken. Maar als we het morgen gaan maken, zou ik dat wel laten zien. Dus ik
komende week weekendvlog, zeg maar, voor jullie. Zal ik het wat uitgebreider laten zien van welke reis we gebruiken en wat we allemaal halen en erin doen en zo. Dus voor nu ga ik eventjes aan school. Nee, ik ga eerst even ontbijten, want dat heb ik nog niet gedaan. Dan ga ik eventjes aan school zitten, want ik moet maandag mijn pitch en mijn panelgesprek. Nee, ik moet maandag mijn pitch inleveren. En dan donderdag heb ik mijn panelgesprek voor ondernemen. En dus als het goed is, als ik dat dan klaar heb, dan ben ik geslaagd voor ondernemen. Dus dat zou heel chill zijn. Dus dat is wat ik nu eventjes een beetje ga kijken en ga voorbereiden. En eventjes ontbeten, want dat heb ik dus nog niet gedaan. En ik heb trek. Oh ja, en er trouwens zo ook een... Eigenlijk gisteren al zou er een pakketje van Le Café Noir. Le Café Noir. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Maar dat merk van Lizzie van der Licht. Zij had dus een online sample sale. En ik had er een hele leuke broek besteld. Die zou eigenlijk gisteren binnenkomen, toen vandaag. Maar nu komt die toch morgen binnen. Dus ja. We zijn nu bij Miel thuis. We gaan vannacht hier slapen. En we hebben even boodschappen gedaan. We hebben worstjes gehaald. Want die vind ik heel lekker. Voor Miel hebben we een pizza. We hebben chips. En dan voor daarbij hebben we nog die salsa saus en guacamole. En heel misschien dat we straks nog een ijsje gaan halen. Ik hoop het eigenlijk wel. Maar het was net heel druk toen we er langs reden. Dus we hebben maar eventjes gelaten, het ijsje. Ik ga nu lekker op de bank zitten. We hebben een ijsje gehaald. Ik heb witte chocola met hazelnoot. En Miel heeft arbeid met slagroom. Ik was de vlog aan het bewerken en ik kwam erachter dat ik nog geen einde had gefilmd. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En tot in de weekendvlog. Doei!